Welkom bij een gloednieuwe top 10. Met vandaag een lijstje dat we al een keer vaker hebben gehad, namelijk de top 10 rijkste kinderen ter wereld. Wegens het succes van de vorige video hebben we besloten om nog een nieuw lijstje te maken. En we hebben weer 10 stinkend rijke kinderen gevonden. Dus pak je popcorn erbij en dan kunnen we beginnen. Oh, en vergeet niet te abonneren en een comment achter te laten voor we beginnen. 10. Daniele Bregoli. Sommige mensen worden ineens uit het niets wereldberoemd. Dit overkwam de Amerikaanse Daniele ook. Na een aflevering bij tv-show Dr. Phil werd ze een ware internethit. Hier maakte ze slim gebruik van en zo bouwde ze haar bekendheid verder uit. Tegenwoordig is ze bezig met muziek. Haar vermogen wordt geschat op 1,2 miljoen. 9. Willow Smith. Het zusje van de bekende Jaden Smith en het dochtertje van de wereldberoemde acteur Will Smith, Willow Smith, is hard op weg om haar muzikale carrière verder te ontwikkelen. Na haar single With My Hair eind 2010 werd ze gelijk getekend voor het platenlabel Roc Nation van rapper Jay-Z. Willow heeft ook in diverse films gespeeld, waaronder I Am Legend, en ze kreeg de Young Artist Award voor haar prestaties. Haar vermogen wordt geschat op 5 miljoen. 8. Chloe Grace Moretz. De jonge Chloe is een Amerikaanse actrice. Ze heeft op haar jonge leeftijd van 20 al meerdere awards gewonnen. De films en series waarin ze heeft geacteerd hebben gezamenlijk al honderden miljoenen opgeleverd. Haar vermogen wordt geschat op 8 miljoen. 7. Juliette Brindak. Juliette is een jonge Amerikaanse zakenvrouw. Ze is de oprichter van het social media netwerk Miss O & Friends. Ze begon haar bedrijf al op 16-jarige leeftijd en is dus heel jong al enorm rijk geworden. Haar vermogen wordt geschat op 15 miljoen. 6. Rached Saif Belhassan. Rached is ook wel bekend als Money Kicks. Hij is makkelijk een van de meest extravagante kinderen van deze lijst. Hij is het zoontje van een van de rijkste miljardairs uit de Emiraten en zijn schoenencollectie wordt geschat op een waarde van meer dan 1 miljoen. Ook heeft hij nu al een Ferrari gekregen van zijn vader en heeft hij diverse exotische huisdieren in zijn dierentuin. Hoewel zijn vermogen niet publiekelijk bekend is, wordt het nu al geschat op zo'n 20 miljoen. 5. Lorde. De jonge, succesvolle zangeres Lorde brak door met haar hit Royals en heeft sindsdien fans over de hele wereld. De Nieuw-Zeelandse zangeres tekende een contract bij het bekende platenlabel Universal nadat ze op 12-jarige leeftijd meedeed aan een lokale talentenjacht. Haar populariteit explodeerde nadat ze themanummer maakte voor de film The Hunger Games. Het vermogen van Lorde wordt geschat op ongeveer 20 miljoen. 4. Ryan Toy Review. Ryan is een van de bekendste YouTubers. Op zijn kanaal opent en beoordeelt hij allerlei soorten speelgoed. Zijn kanaal trekt kijkers van over de hele wereld. Zijn vermogen wordt nu al geschat op zo'n 50 miljoen en zijn jaarinkomen op zo'n 11 miljoen. En dat op een leeftijd van nog maar 6 jaar. Zijn ouders begonnen met het uploaden van video's toen Ryan nog maar 4 jaar oud was. En sindsdien is het kanaal enorm gegroeid met nu al meer dan 1 miljard views. 3. Justin Combs. Justin is de zoon van de wereldberoemde Puff Daddy. De rapper en zakenman gaf zijn zoon Justin al een 360.000 kostende Maybach voor zijn 16e verjaardag. Over zijn erfenis hoeft hij ook niet te klagen, aangezien zijn vermogen nu al op zo'n 55 miljoen wordt geschat. 2. Blue Ivy. Blue Ivy is het dochtertje van de wereldberoemde zangeres Beyoncé en haar man Jay-Z. Haar vermogen wordt nu al geschat op zo'n 1 miljard. Maar ze moet het wel delen met haar zusje Rumi en broertje Sir. Geen zorgen voor Blue Ivy, aangezien haar ouders nog wel een aantal jaren door blijven toeren. 1. Princess Charlotte.
Er wordt weinig gesproken over de kleine prinses Charlotte, terwijl ze het rijkste kind ter wereld is met nu al een vermogen van zo'n 3,8 miljard. Dat is zelfs meer dan het vermogen van haar broer prins George, dat wordt geschat op 1 miljard. Dit waren de 10 rijkste kinderen ter wereld deel 2. Laat me in de comments weten wat jij van deze series vindt en of je nog meerdere delen wilt zien.